Tijdens de finale van het Junior Songfestival verraste de boyband Force de vakjury met een spetterend optreden. Oh man, is echt van oor tot oor gelachen. Heel Nederland wordt fan van jullie en die kopen allemaal posters en boven hun bed en dat wordt één groot gekkenhuis. Ja, ik vind jullie helemaal de bom. Jannes, Max, Niels en Ian wonnen tot hun eigen verrassing. Zij mogen aanstaande zondag Nederland vertegenwoordigen met hun nummer Love Me tijdens de internationale finale in Georgië voor miljoenen kijkers in heel Europa. Force is niet de eerste boyband van het Junior Songfestival die mega populair is. In 2012 deden Niels, Owen, Daan en Rijn onder de naam Main Street mee aan het Junior Songfestival. De manier waarop ze naar me kijkt, oh. En dat was de start van een succesvolle carrière. Als ze mag, nee. De inmiddels 18-jarige Rijn, die naast Main Street ook bekend is van de film Heartbeat, is speciaal vandaag gekomen om de jongens van Force wat tips te geven. Hey boys! Hey! Alles goed? Ja. Ja? Ja. Ik ga jullie vandaag een beetje proberen te helpen en een beetje klaar proberen te stomen voor het Junior Eurovisie Songfestival. Dus met een kleine workshop, dus ik hoop dat ik jullie een beetje tips kan geven. Hey, hey, hey! Love me, baby, 'cause I really like to love you too. Here we go. Love me now, love me. Yeah! Love me now, love me. Woo! Super vet! Ja, ik had gewoon niet verwacht dat het zo goed zou zijn. En het nummer ook, en het is ja, ik wil gewoon lekker meedansen. Ja, dank je. Dat is mooi. Als ik jullie één tip mag geven, wat wij ook altijd hadden, je bent er natuurlijk nog niet voor het echtje aan het doen nu. Maar als je maar voor jezelf weet, dat als je er staat en je hebt het publiek bij je, dat je gewoon volle 100% erin gaat. En dat je gewoon alles in je kopje hebt zitten. Vooral die dansjes, want je moet het zo goed kennen, dat je er niet meer over na hoeft te denken. Iedereen zegt altijd, geniet van je optreden, maar ja, hoe kun je dat zo van uitstralen? Wij hebben toen meestal als ons derde optreden, was het voorprogramma van Justin Bieber. En dat waren echt helemaal overrompeld. En die hele dag is gewoon als een soort van trein aan mij voorbij gegaan. Ik weet het gewoon allemaal niet meer. Ja. En dat is wat mensen bedoelen met genieten. Je moet heel erg proberen te beseffen in het moment van ik sta hier, ik ben dit aan het doen en hoe vet is dit? Weet je, het is echt maar voor enkele mensen weggelegd dat je daar op in die finale staat. Wat deden jullie zeg maar voordat jullie gingen optreden? Eerst, wat we altijd deden is gewoon het hele gebouw verkennen en dat vond iedereen heel irritant. Maar dat deden we overal waar we kwamen, gingen gewoon overal, alle gangen, alle deuren, dat door alle... Leuk. Ja, dat is echt leuk. En vlak voordat je opging hadden wij altijd de yell, de Main Street yell. Ik weet niet of jullie zoiets hebben. We have the Force! Lekker hoor. Ik wil jullie heel, heel veel succes wensen in de finale. Maar kunnen jullie mij nog even die box leren die je aan het begin doet? Want tuurlijk. Kan ik thuis op de bank in mijn eentje meedoen. Ja. Hey, kom op. Bam, hoppa. Ik kan er zo bij. Het is een spannende dag voor Force, want vandaag krijgen ze de outfits te zien die ze in Georgië gaan dragen. De kleding is speciaal voor ze ontworpen door de stylist van het Junior Songfestival. Lieve jongens, lieve Force, voor jullie hangt jullie outfit voor jullie eerste internationale optreden. Het is gemaakt door een designer uit Londen, die eigenlijk alleen maar outfits maakt voor The Script, voor Will.i.am, Justin Bieber en nog veel meer artiesten. Dus veel plezier ermee. Oh mijn god. Die is echt vet, man. Holy shit, die bij jou is ook echt vet. Lekker comfortabel. Wow, dik. Die is echt dik, man. Alles moet er strak uitzien voor het grote optreden in Georgië. Dus geeft de kapper de jongens een echte metamorfose. Wow, heel anders. Het is echt heel zacht. Ja, dat is wel gaaf. Dit ben je echt niet van jou gewend. Ik vind het van mijn pak. Ja, vet. Eerlijk. Ik vind hem echt dat vet. Dat bloesje maakt hem echt. Pak! Hey, pakka! Hey. Wow, nee, dit ziet er echt fresh uit. We have the Force! Morgen bekijkt Force de andere internationale deelnemers. Dus mis het niet!